Aankomende maandag wordt de nieuwe korpschef Roberto Prade geïnstalleerd. Hoe kijkt parlementariër Krishna Mathura hierna? Mathura die komt ook uit de politieorganisatie. Mathura geeft aan niets te hebben tegen de persoon van Prade. Alleen de manier hoe de benoeming en installatie plaatsvindt, zegt Mathura dat het in deze gaat om een politieke benoeming, zegt de parlementariër. We voeren nu naar het vraaggesprek met VNP-parlementariër Krishna Mathura. Mevrouw Mathura, aankomende maandag heeft de politieorganisatie formeel een nieuwe baas. Hij is nu in waarneming, maar nu zal het dan zijn dat hij korpschef wordt. De keuze van de persoon als korpschef, u komt uit die organisatie, wat vindt u daarvan? Nou, bij de keuze van de waarneming is de anciëniteitslijst, de ranglijst van de politie, doorbroken. Er is nooit antwoord gekomen van de regering, ik heb die vragen gesteld. Want de ranglijst van de politie, daarop staat wie volgt. Hè? En als je de ranglijst wil doorbreken, want wat de regering heeft gedaan, heeft al die mensen die boven Prade was weggehaald. Of, en een paar heeft hij dus beneden functies gegeven en Prade aangesteld als waarnemend korpschef. Nou, de wet handvest geeft heel duidelijk aan dat als je die rangorde wil verbreken, dat kan. Maar dan moet je wel zeggen dat de personen die boven Prade waren niet geschikt zijn om die functies te bekleden. Dat heeft de regering niet gedaan. En het handvest is een bescherming van al die, van de rechtspositie van politiemensen. Weet je dat de regering geen politiek kan bedrijven? Het is een bescherming van het apparaat zelf en van de mensen. Dat de regering geen politieke loyalisten benoemt in topfuncties. Want wie ook korpschef wordt, de korpschef moet onpartijdig, weet je, onafhankelijk kunnen functioneren. Ook al zijn het regeringsmensen, zou hij moeten kunnen optreden. Hij mag geen enkele belemmering ervaren van de regering. En dat heeft de regering vanaf het begin niet gedaan. De anciëniteitslijst is doorbroken. Geen antwoord gegeven. Dat is een stukje machtsuitoefening door de regering. Ik ben de baas en ik wil benoemen wie ik wil. En dat is alvast verkeerd gegaan. Tweede, kijk, Prade als persoon heb ik er niet zoveel moeite mee, maar je kan dit als regering niet doen. Ja? En het tweede is, juist omdat de regering de anciëniteit heeft doorbroken, heb ik twijfels over de onpartijdigheid van Prade als korpschef. Want als korpschef vind ik, moet je instaan voor een sterke politieorganisatie. Je kan niet alleen je inzetten voor de kleine man en de topmensen die corruptie plegen of allerlei andere criminele handelingen, die laat je vrij. En dat is de trend in die samenleving op dit moment. Als we kijken naar bijvoorbeeld drugscriminaliteit, duizenden kilo's drugs komen het land in en gaan het land uit en wordt bijna niks onderzocht. Als je kijkt naar bijvoorbeeld, corruptie. We hebben een hele wet anticorruptie goedgekeurd in het parlement. Geen enkele corruptiezaak wordt echt onderzocht. En dan vraag ik me af, is die wet alleen voor de kleine man? Of is die wet ook voor de mensen in jas en das? Die topmensen. Dus daar heb ik twijfels. En een ander punt waar ik, een ander argument wat ik heb, is zal deze korpschef in staat zijn om met zijn vuist op tafel te slaan wanneer het gaat om middelen voor het Korps Politie Suriname. Middelen voor politiemensen, want er zijn, kijk, politieorganisatie is heel erg belangrijk. We kunnen niet er zonder. En zij verdienen om op een professionele manier te werken. Dat betekent dat ze voertuigen moeten hebben, papier moeten hebben, middelen moeten hebben, gebouwen moeten hebben. Maar ook gemotiveerd moeten zijn. En dat betekent dat de korpschef dit soort dingen moet gaan afdwingen bij de regering. Tot nu toe hebben we gezien dat het hem niet gelukt is. Politieauto's zijn gekomen en het duurt maanden nu al voordat een aantal politieauto's de bestemming, de plekken krijgen. Weet je, het mag niet zo zijn, want de laatste keer 3 weken geleden toen ik de minister hier in het parlement vroeg van zijn alle auto's al overgedragen, zei de minister nog niet. En ik denk mensen gaan dood omdat hun veiligheid niet gegarandeerd is en je neemt maanden om auto's over te dragen aan de politie. Dus dat zijn zeer slechte dingen, dus ik denk dat de korpschef niet in staat zal zijn
om met zijn vuist op tafel te slaan en dingen af te dwingen van de regering, zodat het korps als organisatie onafhankelijk kan functioneren. Dus concreet of kort gezegd, mevrouw Matura, ziet u dus dit meer als een politieke benoeming? Ik zie het meer als een politieke benoeming. En dat is die politieke bemoeienis in die organisaties vanaf 2010 echt heel zwaar ingezet. Kijk, het was er altijd, maar in mindere mate. Maar vanaf 2010 is het zwaar ingezet. En het is niet goed voor de politieorganisatie. Het is niet goed. Ik kan concrete voorbeelden noemen. Ik ben zelf slachtoffer geworden, maar goed, het gaat niet om mij. Maar afdelingen zijn ontmanteld, Narcotic Intelligence Unit, de inlichtingendiensten zijn ontmanteld, de financieel onderzoeksteam was ontmanteld, andere mensen zijn direct aangesteld. Dus ja, dat waren concrete voorbeelden van die politieke bemoeienis in die organisatie. En dat gaat alleen maar erger worden. En dat is heel jammer. Maar nochtans zeg ik van, ik wens hem heel veel succes. Want dit is niks persoonlijks. Ik wens hem heel veel succes. En ik hoop dat ik het aan het verkeerde eind heb. En dat hij het korps naar grotere hoogte kan brengen. Omdat ik vind dat het wel heel belangrijk is om een korps te hebben.